In ons mediacafé vandaag ook de baanwielrenners Elis en Sam Lichtlee uit Eerbeek. Van harte welkom. Dankjewel. Elis, jij bent pas 24 jaar. Toch besloot jij om nu al een punt te zetten achter jouw carrière als baanwielrenner. Ja. 3 weken geleden nu, hè? Ruim. Ja. Is het al een beetje geland? Het is nog wel een beetje bezig. Het is allemaal nog wel een beetje gek. Het is heel rustig allemaal. Je hoeft even allemaal niks. Dat is wel gek. Ja, Sam. Ja, ja. Nu moet jij de eer van de familie hoog houden. Ja, ik ga mijn best doen. Hoe ja. voelt dat? Nou, het is niet een last op mijn schouder of zo. Ik ga gewoon lekker mijn ding doen. En hopen te behalen wat Elis ook heeft gehaald. Ja, ja, dat mag je nog even, want ik heb het even opgeschreven hoor. 15 medailles op het NK, 28 op een EK, 1 wereldbekeroverwinning, 4 medailles op het WK en natuurlijk die prachtige Olympische titel 2016 in Rio. Was dat het hoogtepunt uit jouw carrière, Elis? Dat denk ik wel, ja. Het is vanaf, denk ik, dat ik een meisje van 7 was, wou ik altijd naar de Olympische Spelen. En dat je daar dan ook nog goud haalt, dat is natuurlijk wel helemaal de kers op de taart. Zullen we even kijken wat het losmaakte? Ja. Ongelooflijk, ik weet niet eens wat er gebeurd is. Je hebt gewonnen. Ja, dat is niet normaal. Oh, mijn benen. Dat is niet normaal. Echt, ik kan het nog niet geloven. Nou, laat ik je zeggen, het is echt waar. Je bent Olympisch kampioen. Ja, wat doet dit met jou om die beelden terug te zien? Ja, ik word er nog altijd heel erg gelukkig van. Ook vooral die huldiging in Eerbeek, dat was zo gigantisch groot. Ik weet nog dat ik dacht dat er niemand aan die zijlijn zou staan. Dat ik daar met die auto door het dorp ging. Heel voor lul, niemand. Maar er stonden zoveel mensen. Ja, hè? Het was één groot feest daar in Eerbeek. Hoe trots was jij, Sam, op je zus? Ja, super trots. Ja, ja. Hè? Ik had het ook niet verwacht. Ja, nou, dan kondig je je afscheid aan. En dan denk je, ik heb zoveel veel gedaan voor de KNWU. Nu vertelde jij 3 weken, ik had wel een telefoontje verwacht van de Wielenbond. Ja. Bleef uit. Ja, tot de dag nadat ik hier was geweest. Ja? Ja, toen werd er gebeld. Ja, ja, weet je, het is, die bond heeft natuurlijk ook altijd voor je klaargestaan. Ik had alleen gewoon gehoopt dat ze me een belletje zouden doen om te vragen hoe het nu ging. En dat wachtte heel lang, ja. Dan heb je een prachtige carrière achter de rug. Je bent pas 24. Ja. Hebt besloten om te stoppen. Een besluit waar je heel lang mee geworsteld hebt. Hè? Ja, heel lang. Eigenlijk kapot aan ging. Wat was nou voor jou de druppel? Wat was nou dat je dacht, ik moet gewoon stoppen. Ik kan niet anders. Dat je jezelf iedere keer zo teleurstelt. En dat je met zoveel lood in je schoenen naar iedere training gaat en er gewoon echt niet meer gelukkig van wordt. En dat je ook je omgeving aan je ziet dat je niet gelukkig bent. Maar waar zit dat dan in? Hoe komt dan dat je ineens de sport die jou zoveel heeft gebracht, je ongelukkig maakt? Omdat het me niet meer zoveel bracht. Ik had al zo lang niet meer gewonnen en ja, het plezier dat ging gewoon helemaal weg. En dan is het heel moeilijk om iedere dag 100% ervoor te gaan. Ja, ja, Sam, jij zat ooit, was je ook BMX'er? Ja. Zat je ook niet meer zo lekker op die fiets? Jij wou ook stoppen. Ik las ergens dat je het moeilijk vond om dat besluit destijds mee te delen aan de familie. Elis heeft er ook heel lang mee geworsteld, hè, om het echt kenbaar te maken. Dat gebeurde uiteindelijk op kerstavond. Ja. Waar zit dat in? Waarom is dat moeilijk om zo'n besluit te delen met de familie? Ja, je wil natuurlijk niemand teleurstellen, denk ik. Maar uiteindelijk moet je je eigen keuzes maken waar jij gelukkig van wordt. Nou, dat heeft Elis nu laten zien en dat heb ik toen destijds ook gedaan. Maar hoezo? Je wil niemand teleurstellen. Het is jouw carrière. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die achter je staan. En de familie Lichtlee. Ja. Ging overal mee naartoe, hè? Ja, daarom, ik denk dat het ook is. We zijn zo'n hechte familie en we hebben al die reizen met elkaar gemaakt. Met z'n vieren. Altijd samen. Zoveel mooie herinneringen. En dan beëindig je iets natuurlijk en zet je daar een punt achter. En dat is natuurlijk heel gek, omdat je altijd zo hecht bent geweest daarin. En dan ga je de stapjes soort van uit. Maar ik denk dat ik het voor mezelf veel erger heb gemaakt dan dat het uiteindelijk was. Familie kan dan meeleven. Ja, hè? Het leven gaat door. Ja, ja. En ze hebben Sam nog, hè? Dat scheelt, hè? Sam nog, ja. Begrijp jij het besluit van Elis? Ja, 100%. Ja. Ja. Eerst had ik ook wel heel veel moeite mee. Was ik wel... Was je verdrietig? Jazeker. Ja? Ja. Ja, maar ik sta gewoon achter haar keuze.
En waar zat de pijn dan voor jou? Ja, gewoon wat je allemaal met elkaar meegemaakt. EK's, nou, zelfs nog een WK dan. In Apeldoorn. Gewoon alle reizen en alle mooie dingen. Maar ik dacht, die Sam, die kleine Sam, die staat gewoon te juichen. Want volgens mij zei hij, toen zij goud won op de Spelen... Ja. Over 2 jaar, of 2024 moet ik zeggen, 2020, Tokio. Ja. Dan ben ik niet meer het broertje van, maar nee. Dan is Elis de zus van Sam. Ja, maar ja, helaas dat nu, moest het nu al zijn. Ja, nee. Maar je had liever daar gewoon even de strijd met haar aangegaan. Ja. Ja. Je had op sportieve vlak had je er willen verslaan. Ja. 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 Maar je hebt wel een uitspraak gedaan. Ik sta daar, Tokio, 2020, lig je op koers? Ja, ja, de selectie is heel breed. En ik denk dat op elk onderdeel dat er wel een... potentie zit voor Olympisch kampioenen. Ja, want ook voor de niet-kenners, hè, de Nederlandse top is ook direct de wereldtop als we het over de mannen hebben. Ja. Heeft u trouwens altijd zoveel brani, Elis? Typeert hem dan een beetje zijn uitspraak? Nou, ik denk dat hij heel erg goed bezig is. Ik hoop voor hem dat hij Tokio haalt. Maar weet je, over 4 of over 6 jaar nu is er nog een speler. En dan is hij wat ouder, heeft hij nog weer meer ervaring. En... gaan we goed komen met nou, brons op de 1 kilometer tijdrit, baanwielrennen 2018, Glasgow. Die heb je al binnen, hè? Dat is lekker begin. Je gaat volgende week op trainingskamp. Ja. Is er in de familie Lichtlee ook nog ruimte voor iets anders behalve fietsen? Of praten over fietsen of trainen? Of... Ja, zeker. Ja? Ja. Lekker vakantie over 6 weken. Vakantie in maart, ja, met de familie. Ja, ga je dat missen als je op trainingskamp bent? Nee. Dat doen we niet. Ja. Zo leuk is ze nou ook niet om altijd bij je te hebben, hè? Nee. Wat ga jij doen nu, Elis? Ik ga me bezighouden met personal training. Dat ligt toch heel erg dichtbij me. Vind ik ook heel erg leuk. En dan sta je eigenlijk aan een soort van andere kant natuurlijk. En gewoon lekker onder de mensen. Gewoon lekker mijn eigen ding doen. En je gaat wel kijken bij de wedstrijden van Zeker, Sam? Of heb je de buik vol van de sport helemaal? Nee. Ik blijf hem supporteren. Ja, ik vind Tokio eigenlijk wel een mooi streven. Zij heeft het alweer over andere spelen, over 6 jaar. Ja. Zullen we gewoon Tokio 2020 doen? Ja, ik hoop het. En dan weer zo'n huldiging in Eerbeek? Ja. Ja. Dat jij dan als de koning in die auto zit te zwaaien, net als Elis? Ja. En dat we dan allebei ons eigen plein hebben. Ja, dat lijkt me een goed idee. Hey, lijkt me fantastisch. Het Sam en Elis Lichtlee in Eerbeek. Fantastisch. Ja. Jij succes en jij natuurlijk ook een nieuwe carrière. Ik ga naar onze sporttafel.